FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door Macon Sports en Van Wanrooy Bouw en Ontwikkeling. Welkom bij FC Den Bosch TV. We hebben een voorbeschouwing op de wedstrijd van aanstaande vrijdag tegen MVV. We praten erover met René van Eck. En we hebben een portret van Daan Disveld. Vroeger bij NEC gespeeld, moet ik zeggen. En hiernaast bestaat Henk van Est volop bezig met fotograferen. Henk, waar gaat het worden vrijdag? Nou, in ieder geval beter. We hebben langs de zon gedaan. We gaan in ieder geval winnen vrijdag. Dat weet ik 100% zeker. Echt, 100% zeker. We gaan winnen. Daar hou ik je aan, hè? Dan mag je gerust doen, anders krijg je mijn 3 bossenbollen. We gaan nog even terug naar de wedstrijd tegen Eindhoven. Daar hebben we 2 punten laten liggen. Daar zijn we het allemaal over eens. Lig je nog een beetje wakker van de gemiste kansen van afgelopen zondag? Nou, ik lig er niet wakker van. Ik baal er wel van. Maar ik denk dat de spelers die erbij betrokken waren, dat die er misschien wel wakker van hebben gelegen. Je had wel de pech dat Ruud Swinkels, die de weken daarvoor heel matig had gekiept, de dag van zijn leven had. Hè? Of de vorm van de dag. Ja, ik sprak nog met de hulptrainer van Eindhoven en ik zei van nou, haalt wel eens de dag van zijn leven wat je zei. Hij pakt alles. Hij zegt ja, maar die wedstrijd ervoor voor de beker is hij een paar keer de fout ingegaan. Dus het werd weer ook tijd voor hem, maar ja, had hij wel toch nog een dagje kunnen verschuiven. Aanstaande vrijdag dus MVV. Ja, die wedstrijd die moet eigenlijk gewonnen worden. Wil je weer lekker aansluiting krijgen bij de top? Ja, dat is zo. Die wedstrijd moet je gewoon winnen. Zeker thuis. En we moeten die onder druk gaan zetten. Want dan maken ook zij fouten. Net zoals alle andere ploegen als die onder druk gezet wordt. En we weten dat een goed voetballende ploeg is. Verzorgd voetbal wil spelen. Maar onder druk dan ook de nodige problemen hebt. En als we dan kansen krijgen, dan moeten we ze benutten. Ja. De selectie, is die helemaal compleet? Zijn er nog blessures? Nee, de selectie is helemaal compleet. Virgil heeft nog een beetje problemen gehad. Maar die is ook weer helemaal terug. Dus het wordt weer een fijne, fijne tijd voor me om te beslissen. Betekent dat dat je aanstaande vrijdag waarschijnlijk weer voor hetzelfde elftal gaat kiezen afgelopen zondag? Of denk je, misschien ga ik toch meer aanvallend spelen? Ik ga meer risico nemen. Nou, meer risico wil ik niet nemen, want ja, wat ik al zei, we krijgen genoeg kansen. We zijn toen met dit elftal zijn we toen gestart tegen Helmondsport, omdat we stabieler wilden staan, verdedigen niet zoveel wilden toelaten. Dat is ons gelukt. Tegen Achilles geen doelpunt tegengekregen, tegen Eindhoven geen doelpunt tegengekregen. Toch de nodige kansen gehad die je dan niet wist te benutten. Maar ik weet niet of we met hetzelfde elftal gaan beginnen. Misschien dat er wel gewisseld wordt. Maar we gaan MVV nekken, dat is duidelijk. Daar gaan we voor, ja. Ik ben Daan Disveld, 21 jaar. Eerste seizoen bij FC Den Bosch. Altijd bij NEC gespeeld en nu trots om voor FC Den Bosch te mogen spelen. Je had ook een voorbeeld. Zit het een beetje in de familie, het voetballen? Ja, eigenlijk wel. Mijn broer die heeft 7 of 8 jaar bij NEC gespeeld ook. Die is tot en met de B1 heeft hij bij NEC mogen spelen. En daarna is hij weggestuurd op een pijnlijke manier. Dus dat is altijd nog wel lastig geweest. Alleen dat heeft mij de motivatie gegeven om nog harder te werken. Om ook een stukje voor hem hier te staan en te presteren. Dus die heeft bij NEC heel lang gespeeld. En mijn jongere broertje speelt in het dorp bij DVL. Nu in het eerste ook rechtsback. Dus die doet ook hartstikke goed. Dus daar ben ik ook trots op. Je zei het zelf al, je hebt gespeeld bij NEC. Je zou daar je debuut gaan maken. Ja, dat verhaal moet je nog eens even na vertellen. Want je officiële debuut maakte je tegen Groningen voor de beker. Maar eigenlijk daarvoor al een paar weken zou je je debuut maken en dat ging niet door. Dat klopt, daar heb je goed van tevoren over gelezen, denk ik. Nou, ik zou in een thuiswedstrijd inderdaad mijn debuut maken. Ik zou in de 89e minuut, riep de trainer Alex Pastoor, die riep mij erbij om in te komen vallen.
Nou, en daar was ik wel blij mee, want als jonge jongen ga je daar natuurlijk, werk je daar naartoe. En het werd me ook gegund toen ik al te hard werkte. Toen stond ik klaar om in te vallen en er was 3 minuten blessuretijd. Alleen die bal ging niet meer uit. En op een gegeven moment ging die bal wel uit en was de corner. En toen zei onze trainer van, wacht nog maar even, doe maar even niet. En wachten. En dat duurde wel erg lang, moet ik zeggen. En toen kwam er uiteindelijk nog een ingooi. Nou, en toen dacht ik van, nu kom ik erin. Maar Bjorn Kuipers die zei, we gaan niet meer wisselen. Dus helaas, dan heb ik er nog een paar maanden moeten wachten, inderdaad. En toen ben je bij NEC blijven spelen. En zelfs vorig jaar in het kampioensteam nog gespeeld, als ik goed geïnformeerd ben. Ja, klopt. We zijn dus vorig jaar kampioen geworden. Het is wel NEC. Bij ons zullen ze zeggen, NEC zit hier, NEC zit hier, zeggen ze dan. Maar we zeggen geen NEC-pack? nee, alleen NEC-NAC mocht vorig seizoen en verder niet. Of 2 seizoenen geleden bedoel ik. Vorig jaar dus kampioen geworden, super ervaring. Het jaar daarvoor dus ook met z'n allen gedegradeerd. Minder natuurlijk, alleen het heeft me wel gemaakt hoe ik ben. En om het nog sterker met tegenslagen om te gaan. Want dat was natuurlijk een hele harde dreun toen. Alleen het is wel weer super mooi om dan het hoofdstukje voorlopig af te sluiten met het kampioenschap. Ja. Dat was echt top. Ja. Daan, even terug naar het verleden, want je hebt ook voor een aantal nationale teams gespeeld. Ja, klopt. Vanaf mijn 15e tot en met afgelopen 2 seizoenen geleden eigenlijk heb ik voor de nationale elftallen van Oranje gespeeld. En dat is een topervaring om nooit te vergeten. Ik hoop nog steeds een stap te maken om direct te debuteren een keer voor Jong Oranje. En uiteindelijk natuurlijk ook voor het echte Oranje, want die droom blijft. Welke spelers zijn je een beetje bijgebleven uit die tijd? Ja, die vraag is vaker gesteld. En dan heb je toch snel over spelers als Memphis Depay, Tony Villena, Rekik, Congolo. Ja, en zo kan ik nog even doorgaan. Die het allemaal. Ja, die hebben het allemaal wel gemaakt, hè? Ja, dat klopt. En ik denk dat als je de teamfoto bekijkt, dan heb je een heel team, 9 of 10 man die overal daar zitten. Laten we beginnen met jouw sterke punten, Daan. Als je over jezelf kunt praten, wat zijn jouw sterke punten, denk je zelf? Nou, wat ik denk over mezelf, dat ik een heel erg een speler ben die altijd voor alle duels wilt gaan. Die het team op sleeptouw wilt nemen naar overwinningen toe. En dat we gewoon achterin gewoon stil of de nul kunnen houden en kunnen blijven staan tot zo. Wacht, die moet. Kunnen we knippen? Dat maakt niet uit, we knippen altijd, maar dat maakt niet uit. Maar jij bent er één voor de stevige aanpak, Daan. Ja, dat klopt. Dat had ik herinner me het duel afgelopen zondag tegen, even kijken, Koch. Je pakt hem aardig aan, hè? Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk ook wel mijn sterkste punt, wat ik net probeerde te omschrijven. Alleen kwam even niet uit mijn woorden. Ik ben wel iemand die van hard werken houdt en ook gewoon duels aangaan. Dat vinden die buitenspelers niet fijn. En dat blijf ik dus ook doen om wat ik net gaf, om als team de nul te houden en zo de wedstrijden te winnen. Goed, wanneer is dit seizoen voor Daan Disveld geslaagd? Wat ik net aangaf, ik heb natuurlijk een eigen doel om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. En mijn seizoen is geslaagd als wij met z'n allen de play-offs halen. En dan zou het natuurlijk super zijn om nog te promoveren naar de Eredivisie. Alleen onze doelstelling is nu om de play-offs te halen. En daarna zullen we, mochten we dat gehaald hebben, zullen we dan nog weer doelstellingen hebben bij moeten stellen om te gaan promoveren. Want ik denk dat deze club alles heeft om in de Eredivisie te spelen. Je loopt hier al een paar maanden rond, Daan. Wat zijn je indrukken van deze club? Ja, heel erg goed. De mensen die aan mij vragen, ook bij NEC en waar ik vandaan kom, van hoe is het nou? Ik heb eigenlijk geen negatief woord over deze club te beschrijven. Het zijn de mensen die hier werken en de collega's zijn echt top. De technische staf is goed, de supporters is goed. Je ziet dat we een aantal wedstrijden thuis winnen en dat de supporters dan erachter gaan staan. Dus ik hoop op een gegeven moment dat het einde van het seizoen het stadion ook daadwerkelijk vol zit. Want dat is natuurlijk ook waar je met z'n allen voor speelt. Want dan gaat het nog makkelijker en dan krijg je toch een steuntje in de rug. Dus dan is mijn seizoen eigenlijk geslaagd. Met heel vaak Daan Disveld in de basis. Ja, altijd hoop ik.